Van harte welkom bij dit college over minderheidstalen. Nou, minderheidstalen is best een complexe term en het is niet altijd helemaal duidelijk welke taal nou wel en niet een minderheidstaal is, maar het bestaan van minderheidstalen veronderstelt ook het bestaan van meerderheidstalen. En in veel landen, in elk geval in Europa, is het vrij makkelijk om in elk geval een meerderheidstaal aan te geven. Vaak is dat de taal die door het grootste deel van de bevolking van een land wordt gesproken. Vaak is dat ook een taal met een officiële functie. Vaak is dat ook een taal die door de meerderheid van de bevolking wordt beschouwd als lingua franca binnen de landsgrenzen. En als er binnen de landsgrenzen ook nog andere talen worden gesproken die niet die eigenschappen hebben, dan worden die vaak minderheidstalen genoemd. Nou, dan hebben we nog de afbakening tussen aan de ene kant minderheidstalen en aan de andere kant streektalen. Dat is een juridisch onderscheid en dat is al heel moeilijk, want bij een minderheidstaal zeg je nou, dat is de taal van een minderheid. Bij een streektaal zeg je dat is de taal van een streek. En heel vaak dan bewoont een minderheid natuurlijk een bepaalde streek en dan is het heel moeilijk aan te geven met welk van die twee je te maken hebt. Nou, laten we de minderheidstalen in Europa eens gaan verkennen. Kijk maar eens even mee. Dan zie je als eerste hier op de handout staan, noem eens 10 Europese landen. En vervolgens staat er, hebben die landen een officiële taal voor het hele land? Hè, dat zou de meerderheidstaal zijn. En probeer voor elk land eens een minderheidstaal te noemen. Nou, we gaan eens even een paar landen bekijken. Hier zie je een kaartje van Europa. Nou, laten we eens een paar landen pakken. Bijvoorbeeld Duitsland. In Duitsland is het vrij makkelijk om een meerderheidstaal te vinden. Een taal die iedereen beschouwt als de taal van Duitsland. De taal die vrijwel iedereen die daar woont ook spreekt. Dat is natuurlijk het Duits. Heeft Duitsland ook minderheidstalen? Ja, bijvoorbeeld het Fries dat helemaal in het noorden wordt gesproken. In de kreis Noord-Friesland. En bovendien in de gemeente Saterland, vlak over de Nederlands-Duitse grens. We hebben in Duitsland bijvoorbeeld ook het Deens dat gesproken wordt aan de grens met Denemarken in het uiterste noorden van Sleeswijk. Hallo, mijn naam is Lars en vandaag gaat het om de Deense minderheid hier in Flensburg. Hier is het völlig normaal dat we de ortsschilder in twee spraken hebben, namelijk eenmaal op Deens en ook op Duits. Onze Navi zegt ons ook wat op Duits en ook wat op Deens. We hebben in Duitsland de taal Sorbisch, die gesproken wordt hier in het hoekje bij Polen en Tsjechië. Now we do a little crash course with you in Sorbian. Guten Tag. Dobrodzin. Dobrodzin, Nadine. Wo fahren wir heute hin? Wir fahren heute nach Bautzen und zeigen euch die alte Stadt. Dokal Mögenza Poetjeme? Me Poetjeme da Budeschina. We hebben in Duitsland ook de talen Sinti en Romani, de talen van de Zigeuners daar, van de Sinti en de Roma. Wurde da Rakipen an Holsteine wie an Gatschno Jakobo. Anno Tem, Mankipania, Wela Dänisch, Nordfriesisch, Romlis und Plattdeutsch. Heu regional Rakedowela. Plattdeutsch Rakrene Gatti anno Norden. Hakno Gai Paschmindi, Hai Veli Palaba und Nina Rakrell. Dänisch Schoneljek an Schleswig. Banstich Seria von Ideni, Jiven Manko, Dentiko und Nogatschno. Friesisch Jo Rakepen Fepiski. Kolingro Rakepen Vel Rakodo anno Holsteino. Nou, dit zijn allemaal zogenaamde autochtone minderheidstalen. Autochtoon wil zeggen dat ze er thuis zijn, dat ze inheems zijn, dat ze er al heel lang zijn. Daarnaast hebben we ook de zogenaamde allochtone minderheidstalen. Dat zijn talen die meegenomen zijn door immigranten, redelijk recent, die 100 jaar geleden nog niet of nauwelijks voorkwamen in Duitsland. Bijvoorbeeld het Turks. De grote Turkse immigratiegolf gehad in de 20e eeuw in Duitsland. Die mensen die naar Duitsland kwamen, die hebben hun moedertaal meegenomen. In veel gevallen was dat het Turks, waardoor het Turks een minderheidstaal is geworden.
Laten we nog eens een paar landen pakken. Spanje bijvoorbeeld. Ook bij Spanje is het heel makkelijk om een meerderheidstaal aan te wijzen, namelijk het Spaans. Het is geen toeval dat in Europa de meerderheidstaal vaak dezelfde naam heeft als het bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar het land. Duitsland, Duits, Spanje, Spaans. Dat is met opzet gedaan bij de vorming van de nationale staten. Nou, in Spanje heb je naast die meerderheidstaal ook nog een heleboel minderheidstalen. We pakken er een paar. Bijvoorbeeld, tegenwoordig veel in het nieuws, het Catalaans van Catalonië en voor een deel ook nog van Valencia, voor een deel ook nog van de Balearen. Het is trouwens ook nog de officiële taal van buurland Andorra. Een bekende minderheidstaal. Ook een bekende, dat is het Baskisch, hier in de Pyreneeën, op de grens van Spanje en Frankrijk. Bijvoorbeeld het Galicisch is er ook een hier in het noorden van Portugal. Een taal die erg op het Portugees lijkt. Dat zijn een aantal autochtone minderheidstalen van Spanje. Allochtone minderheidstalen heb je er natuurlijk ook. Bijvoorbeeld het Arabisch en het Frans. Nou, nog een land. Zweden bijvoorbeeld. In Zweden zien we weer hetzelfde verschijnsel. De nationale taal, de meerderheidstaal, heeft dezelfde naam als het bijvoeglijk naamwoord van het land, Zweeds. Daarnaast heb je een aantal autochtone minderheidstalen. Bijvoorbeeld het Sami, of Laps, een taal die gesproken wordt door de Lappen, de Sami. Een volk dat leeft in het noorden van Scandinavië en hier ook in Karelië, in het noorden van Rusland. Een groot gebied hier. Goedemorgen, baby. Mijn naam is Irena. Mijn naam is David San Miguel. Dahil mo echt Miguel. Mijn en Rosas. Mijn ochtend San Miguel. Goed te jagen. Sully goed te jagen. Uschus. Ja, dat is nu ook. Ik heb mijn ochtend Norki. Mijn smetting. Sami gela, lär ni chatta gela, måste inte nu minna och att sami gela. Mot att, mun inna att den där och gela. Allt som har sett något på där och gela, jag är sami gela. Jag är mun och Verder wordt in Zweden ook Fins gesproken, ook een autochtone minderheidstaal. En uiteraard heb je er ook allochtone minderheidstalen, zoals het Arabisch. Nou, dan keer ik even terug naar de handout. Kijk maar weer even mee. Dan staat er als vraag D. Welke Europese landen hebben geen minderheidstalen? Nou, gaan we eens even op ons kaartje kijken. En dan zien we dat die er eigenlijk niet of nauwelijks zijn. Er zijn een paar landen en die hebben geen autochtone minderheidstalen. Dus geen minderheidstalen die er al heel lang zijn. Nou, dan hebben we natuurlijk een paar kleintjes, zoals San Marino. Hier een klein landje in Italië. En dat heeft geen echte minderheidstaal. Dat geldt ook voor Liechtenstein op de grens van Zwitserland en Oostenrijk, ook zo'n klein landje. Verder zou je Portugal nog kunnen pakken. Je hebt in Portugal één plaatsje, Miranda, waar het Mirandees wordt gesproken. Nou, sommige mensen zeggen dat is een Portugees dialect, anderen zeggen nou, het wijkt te veel af van het Portugees. Dus dat zou je dan nog een minderheidstaal kunnen noemen. Dat is een beetje een twijfelgeval. En IJsland is nog een duidelijk geval. Op IJsland, daar wordt van ouds door iedereen IJslands gesproken. En daar heb je geen autochtone streektalen of minderheidstalen. Goed, dan gaan we naar vraag 2. Kijk maar weer even mee. Sommige talen zijn meerderheidstaal in het ene land en minderheidstaal in het andere land. Nou, in welk land is het Nederlands een minderheidstaal? Dat is in Frankrijk. Hier in het uiterste noordwesten van Frankrijk, in de streek rond Duinkerke, daar is het Nederlands een minderheidstaal. En dan is dat niet het standaard Nederlands, maar dat zijn Vlaamse dialecten die daar worden gesproken. En in welke landen zijn het Duits en het Frans een minderheidstaal en een meerderheidstaal? Nou, als we beginnen met het Duits. Het Duits is een meerderheidstaal uiteraard in Duitsland en in Oostenrijk.
Zwitserland is een beetje een apart geval, daar komen we zo meteen nog op. En Duits is een minderheidstaal in een verbazend groot aantal landen. Bijvoorbeeld in Denemarken, in het zuiden van Denemarken, wordt het Duits als minderheidstaal gesproken. Wir sind in Obenrå in der dänischen Region Sønderjylland nahe der deutschen Grenze. Seit Jahrhunderten lebt hier eine deutsche Minderheit. Dazu gehören etwa 15.000 der 250.000 Einwohner in der Region. Wir treffen Jakob Wigner, der einer von ihnen ist. Also wenn man durch Appenrade geht, dann hört man relativ oft Deutsch. Wobei man auch sagen muss, dass vieles oder einiges von dem Deutsch, was man hört, auch vor allem im Sommer, von Touristen stammen. Aber wenn man sich bewusst ist von dem, wo man geht, sieht man doch relativ oft deutsche Spuren. Hetzelfde geldt voor het oosten van België. Hetzelfde geldt voor het oosten van Frankrijk. De Elzas en in Lotharingen, daar wordt iets gesproken dat sprekend lijkt op Duits, maar dat niet iedereen zo wil noemen. Ik weet Isabel als ze ook veel mogen. Im Elsässischen spricht an. Ja, genau, Delphine, wir machen viel für die Kinder. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe den Report sonst mitgebracht. Oh, zum Beispiel ein CD, das sind ja. Schlafliedler. Ja. Wir machen auch Spektakel in der Mediathek, in der Schule auch. Ja. Und wir haben auch ein bisschen, das heißt Mimi und der Leo, da kann man schichteln. In het noorden van Italië, in Zuid-Tirol, daar wordt ook Duits gesproken van ouds. Verder heb je in het westen van Tsjechië nog een aantal Duitsstaligen. Je hebt in Hongarije nog Duitsstaligen. Je hebt zelfs tot ver in Rusland hier en daar gemeenschappen van Duitsstaligen. Здесь не увидишь высоких заборов и не услышишь русскую речь. О делах и последних новостях только по-немецки. Hallo Damen, wie geht's euch? Geht euch gut? Непосвященный сразу и не разберет, куда попал. Местные жители свой поселок именуют не иначе, как Kleine Deutschland, маленькая Германия. Однако на карте у немецкой деревушки русское название – Подольск. Там живут Пеннеры, здесь Гейдебрехты, а по соседству с ними Ланнеры и Францы. Все дома в селе, а их 200 принадлежат обрусевшим немцам. 100 с лишним лет назад сюда приехали еще их прапрапрадеды. Немецких крестьян привлекла щедрая оренбургская земля, которая кормит их потомков и по сей день. Екатерина и Владимир Пфейферы – немцы в пятом поколении. Несмотря на то, что живут в Оренбурге с самого рождения, национальные обычаи соблюдают неукоснительно. Каждую субботу, к примеру, в их семье традиционный трудовой праздник. Все вместе сначала убирают дом, чистят двор, а после готовят. Пекут пирожки с физалисом и варят молочный мусс. Обязательное блюдо выходного дня. По-русски только с теми, кто не знает немецкого, с остальными исключительно на Plattdeutsch. Этому диалекту учат с детства, правда, освоить его можно только на слух, письменности у наречия нет. Говорят, так исторически сложилось, подрастающему поколению приходится попотеть. Чтобы свободно общаться, нужно выучить плацкий, а чтобы читать и писать – литературный немецкий. Het Frans. Nou, het Frans wordt als meerderheidstaal gesproken uiteraard in Frankrijk. België is opnieuw een beetje een apart geval. Luxemburg trouwens ook, daar komen we zo meteen nog op. En het Frans wordt als minderheidstaal gesproken in Italië. En dat is ook niet het standaard Frans, maar dat is iets wat Franco-Provençaals wordt genoemd. Een Frans dialect dat behoorlijk afwijkt van het standaard Frans. Nou, dan hebben we al gezien dat er een paar aparte gevallen zijn. Daar komen we nu op. Er zijn een paar landen waarin je geen echte meerderheids- of minderheidstaal kunt aanwijzen. Noem eens zo'n land. Daar zijn er verschillende van. Dicht bij huis is België een duidelijk voorbeeld. België heeft geen duidelijke meerderheidstaal. Je zou kunnen zeggen dat België eigenlijk bestaat uit twee aparte landjes. Vlaanderen in het noorden, waar het Nederlands de meerderheidstaal is. En Wallonië in het zuiden, waar het Frans de meerderheidstaal is. Dan heb je nog die gekke stad Brussel, die officieel tweetalig is, maar in de praktijk vooral Franstalig, waar het Nederlands als een minderheidstaal functioneert. En dan heb je nog dat hele kleine stukje in het oosten, waar Duits wordt gesproken. Je zou nog kunnen zeggen dat dat een soort derde landje is binnen België. Een beetje een apart situatie. En dan heb je op de taalgrens rond Brussel en
op de grens van Vlaanderen en Wallonië. Daar heb je nog een aantal gemeenten die tot op zekere hoogte tweetalig zijn, waar een van de twee talen domineert en waarvoor de andere faciliteiten zijn geschapen, hè, waar die andere taal als een soort minderheidstaal functioneert, maar wel op hoogstens een paar kilometer afstand van het eentalige gebied waar die taal als minderheidstaal wordt gesproken. Ook nog dicht bij huis, Luxemburg is ook een apart geval. De bewoners van Luxemburg die spreken Luxemburgs. Nou, Luxemburgs lijkt heel erg op Duits en als ze schrijven dan doen ze dat meestal in het Duits. Maar de overheid die schrijft hoofdzakelijk in het Frans. Dat is heel gek. Verder wonen er een heleboel mensen uit Frankrijk en uit Wallonië en zeker ook uit Portugal in Luxemburg. Die spreken vaak geen Luxemburgs, vaak ook geen Duits, maar wel Frans. En doordat Frans in het dagelijks leven best een belangrijke functie heeft. En het is in Luxemburg helemaal niet zo makkelijk om aan te geven wat daar nou de meerderheidstaal zou zijn. Eigenlijk kun je dat begrip helemaal niet toepassen op Luxemburg, waardoor je ook geen minderheidstalen kunt aanwijzen. In Luxemburg heb je trouwens wel één duidelijke allochtone minderheidstaal en dat is het Portugees, dat door een heel groot deel van de bevolking wordt gesproken. Dan nog zo'n gek land, taalkundig gezien, dat is Zwitserland. Dat lijkt wel een beetje op België. Zwitserland is een meertalig land, maar de bewoners zijn zelf over het algemeen niet meertalig. Je hebt een stuk waar de meerderheidstaal Frans is, een stuk waar de meerderheidstaal Duits is, een stuk waar de meerderheidstaal Italiaans is. En dan hebben we nog een stukje waar het Duits en het Reto-Romaans allebei worden gesproken. Waarbij het Duits een hogere status heeft en je zou kunnen zeggen dat het Retoromaans daar een soort minderheidstaal is. Eigenlijk iedereen die Retoromaans spreekt, spreekt ook Duits, soms ook nog Italiaans. Dan Estland en Letland en Litouwen, de drie Oostzeelanden. Dat zijn ook hele aparte gevallen. De meerderheid van de bevolking spreekt daar vanouds Ests, Lets en Litouws. Dat is in de Sovjet-tijd nogal veranderd. Toen zijn een heleboel Russisch-taligen uit Rusland, die zijn daar naartoe getrokken. Die pasten zich in talige zin doorgaans niet aan. Hè, dat zijn hele grote delen van de bevolking geworden. Het Russisch bestond er trouwens van ouds vaak ook al als minderheidstaal, maar heeft meer status gekregen. Hè, waardoor het nou, min of meer de meerderheidstaal is geworden in de Sovjet-tijd. Toen na de Sovjet-tijd, toen heeft de nieuwe regering in die landen heeft de situatie omgedraaid. He, heeft gezegd, de voordelen die er waren voor het Russisch, die kennen we nu toe aan de autochtone talen. Dus aan het Ests, het Lests en het Litouws. Waardoor die grote Russisch-talige delen van de bevolking opeens in een soort minderheidspositie kwamen te zitten. Nou, daar protesteren ze vaak tegen, daar zijn ze het niet mee eens. Ze vinden dat ze ook recht hebben op meer faciliteiten voor het Russisch, hè. Ze verstaan ook lang niet altijd het Ests, Lets en Litouws. Dus daar zijn op het moment best behoorlijke botsingen tussen de twee groepen. Hè? De, laten we zeggen, autochtone bewoners en de later gekomen Russisch-taligen. Results. It was the threat that these schools, where at least some lessons are taught in their native Russian, would be closed down for good. That scared the Russian minority, which constitutes one third of the country's population. They initiated a referendum on making Russian Latvia's second state language, something radical right-wing parties call a threat to national integrity. Referendum. This vote is against our constitution, which says Latvia is a mononational state and will always be it. It splits our society, which has to have one solid foundation. If you want Latvia to be like Russia, then why not going to Russia instead and leave us be? Goed, dan gaan we naar vraag 4. Welke talen zijn in Nederland als minderheidstaal erkend volgens het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden? Nou, als eerste, wat is dat voor document? Dat is een document van de Raad van Europa. Nee, dat is niet de Europese Unie, maar dat is die veel grotere club waar vrijwel alle landen in Europa bij horen. En de meeste landen in Europa die hebben dat verdrag ondertekend. Daarmee beloven ze dat ze goed zullen zorgen voor hun minderheidstalen. He, er wordt dat onderscheid gemaakt dat ik net al noemde tussen regionale talen, he, ook wel streektalen genoemd, en talen van minderheden, dat nou, niet zo makkelijk te maken is. Nou, landen die dat handvest ondertekenen, die kunnen dat op twee manieren doen. Die kunnen aan de ene kant zeggen, wij ondertekenen het gewoon en wij noemen daarin een bepaalde taal als streektaal of minderheidstaal die bescherming verdient. Dat heeft Nederland gedaan voor de talen Neder-Saksisch, waar bijvoorbeeld Gronings en Twents onder vallen.
voor het Jiddisch, hè, de taal van de Joodse gemeenschap van oorsprong, hè, die nauwelijks meer gesproken wordt in Nederland, voor het Romani, hè, de Zigeunertaal, en voor het Limburgs. Dat is één manier. Daarnaast kan een overheid ook zeggen: wij beloven een aantal specifieke maatregelen te zullen nemen voor een bepaalde streek- of minderheidstaal. Dat heeft Nederland gedaan voor het Fries. Voor het Fries zijn een stuk of 50 beloften gedaan, specifieke beloften. Bijvoorbeeld, hè, dat het Fries gebruikt mag worden in het onderwijs op een bepaalde manier, in de rechtszaal op een bepaalde manier, etc. Zo'n kneppelvreet is het Fries ek in de rechtbank Tweede Rijkstaal en mij dus droog elke niet sprutsen worden. Deft het bij het ministerie verstenen alle officieren van justitie het Fries. En als er een officier van buiten Friesland komt, dan mag de trochte vertochte een tolk oproepen worden. Nou, die specifieke beloften, hè, die in dit geval voor het Fries zijn gedaan, die staan in deel 3. Hè, en we noemen zo'n taal als het Fries dan ook erkend onder deel 3 van het handvest. En wanneer die specifieke beloften niet zijn gedaan, dan zeggen we dat een taal erkend is onder deel 2, hè, waarin wel staat dat een land een bepaalde taal belangrijk vindt en vindt dat die taal behouden moet blijven, maar waarin geen specifieke beloften worden gedaan door die overheid. Hè, dus nog even op een rijtje. Er zijn in Nederland 5 erkende streek- of minderheidstalen. Onder deel 3, dus met specifieke beloften, hebben we het Fries. En onder deel 2, hè, met een soort algemene toezegging van steun, hebben we het Neder-Saksisch, het Romani, het Jiddisch en het Limburgs. De sprekers van het papiaments die proberen op dit moment trouwens ook om hun taal erkend te krijgen onder het handvest. Hè, dus zodat het een vergelijkbare positie krijgt met het Fries. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Hè, dat is een beetje vreemd dat die taal, die sinds 2010 dus ook op Nederlands grondgebied wordt gesproken, op Bonaire, dat die geen officiële erkenning als minderheidstaal heeft. En voor het Engels op Sint Eustatius en op Saba geldt in wezen hetzelfde. Nou, dan hebben we nog een ander verdrag. Kijk maar even mee naar vraag 6. Dat is het kaderverdrag Nationale Minderheden. Dat gaat niet in de eerste plaats over talen. Dat gaat over volkeren. In Nederland is dat misschien een beetje een vreemd begrip. Maar wanneer je kijkt naar Oost-Europa, dan zie je daar heel vaak dat volkeren, cultuurgroepen, hè, historische groeide gemeenschappen met eigen culturen, talen, godsdiensten, etc., dat die wat verspreid leven en dat de plaatsen waarin die leven lang niet altijd vallen binnen de grenzen van een bepaalde staat. Hè. Je hebt daar veel minder dan in West-Europa van die nationale eenheidsstaten cultureel gezien. Hè, vooral in Oost-Europa vind ik het heel belangrijk om te zeggen, nou, bijvoorbeeld als je Roemenen hebt die door historisch toeval nu in Hongarije wonen, die moeten ook rechten hebben. Die moeten niet verhongaarst worden. En omgekeerd natuurlijk. He, dus vandaar dat er zo'n kaderverdrag bestaat waarin overheden opnieuw beloven dat ze goed zullen zorgen voor, in dit geval, hun minderheidsvolkeren. Nou, voor West-Europa is dat wat minder relevant, een beetje kunstmatig misschien ook. Maar toch hebben de meeste West-Europese landen dat verdrag ook ondertekend. Nederland heeft dat ook gedaan. En Nederland heeft als volk erkend, als nationale minderheid erkend, de Friezen. Nou, wat betekent dat? Niet zo heel veel in de praktijk. Maar het is opnieuw een soort belofte om goed te zullen zorgen voor die Friezen. En waar karakteriseren zich die Friezen nou vooral door? Door hun taal. He, dus het is opnieuw een belofte om goed voor de Friese taal te zullen zorgen, maar dan niet direct, maar indirect via die erkenning als volk. In Duitsland is dit ook gebeurd. Daar zijn ook door de Duitse overheid de Friezen als volk erkend. En het is wel grappig, want daar was een sterke nationale beweging voor die erkenning als volk. Dus he, die Friese beweging daar, die zegt op een gegeven moment, nou, wij hebben nu eindelijk gekregen wat wij wilden. Wij hebben die erkenning als volk. Hè? Dat is het eindpunt eigenlijk van onze strijd. Hè? En in Nederland speelt het veel minder. Daar draaide de Friese beweging altijd veel meer om de taal. Nou, wie ziet er eigenlijk op toe dat overheden zich houden aan die afspraken uit het handvest en het kaderverdrag? Dat zijn verschillende clubs. Als eerste is er heel lang een soort informeel toezicht geweest door een Europese organisatie. Die heette het EBLT, Europees Bureau voor Lietse Talen, ook wel aangeduid met de naam
EBLUL, naar de Engelse afkorting European Bureau for Lesser-Used Languages. Die hebben een hoofdkantoor gehad, eerst in Dublin en later in Brussel. En die hadden in alle Europese landen afdelingen. Nou, die centrale kantoren die zijn er niet meer. Ook niet elk land heeft meer zo'n afdeling. Maar in Nederland is dat EBLT nog steeds actief. Daarin zitten vertegenwoordigers van een heleboel culturele organisaties. En dat EBLT dat houdt een soort vinger aan de pols als het gaat om de nakoming van de verplichtingen van die verdragen. Dan is er ook een formeel toezicht. De Raad van Europa laat namelijk om de paar jaar controleren of de verschillende Europese landen zich wel houden aan die afspraken. Dan komt er zogenaamde commissie van deskundigen op bezoek. Die praat met een heleboel mensen uit het veld om een indruk te krijgen van wat de situatie is. En die evalueert dan de nakoming van die verplichtingen in dat handvest. Nou, Nederland krijgt eigenlijk altijd op zijn kop omdat het niet genoeg doet. Dat is wat een treurige constatering. Nederland is sowieso nogal sloom wat dit betreft. Want de verschillende overheden die zijn ook verplicht om elke 3 jaar een soort zelfevaluatie te schrijven. En dan moeten ze zelf aangeven of zij vinden dat ze voldoen aan die verplichtingen. Nou, Nederland is tot nu toe altijd te laat geweest, ook veel te laat geweest met het schrijven van die evaluaties. En dus wat dit betreft is Nederland bepaald niet het braafste jongetje van de klas. Nou, dan komen we bij vraag 7. Denk je dat verdragen zoals het handvest en het kaderverdrag bijdragen aan het behoud van minderheidstalen? Daar kun je van mening over verschillen, dat is natuurlijk ook niet heel erg duidelijk. Een paar dingen zijn wel duidelijk. Er is in elk geval Europese druk. Nederland krijgt voortdurend op zijn kop van Europa en vindt dat natuurlijk niet leuk. Ja, dus in die zin wordt er wel druk uitgeoefend. Niet zo heel veel dat er wat verandert. Ja, maar in elk geval, er is een bepaalde druk die er anders niet zou zijn. He, ook dat EBLT of EBLUL en andere internationale organisaties die zich met talen bezighouden, die oefenen die druk uit. Verder op een psychologisch niveau betekent erkenning door de overheid, door genoemd te worden in zo'n verdrag, natuurlijk ook meer status. Het Limburgs en het Neder-Saksisch werden lang beschouwd als dialecten, als iets onbelangrijks. Dialect dan in de zin van een laag gewaardeerde taalvariëteit. En dat is natuurlijk veranderd. Nog lang niet bij iedereen, maar zeker wel bij een aantal regionale overheden die nu ook denken, oké, dat Limburgs en dat Neder-Saksisch worden genoemd in internationale verdragen, worden door de Nederlandse overheid erkend als minderheidstaal. Dat betekent dat wij er ook iets voor moeten doen. Dus een klein beetje effect heeft het wel dat talen genoemd worden in die verdragen. Nou, dan staat er, wat denk je dat een goede manier is om minderheidstalen te behouden? Dat is best een moeilijke. We weten, willen we dat een taal blijft bestaan, dan moet die vitaal blijven. Vitaliteit, levenskracht, dat is een eigenschap die talen hebben en die kun je ook berekenen. Er zijn modelletjes voor gemaakt. En wat minder vitaal een taal wordt, wat groter de kans dat die verdwijnt. Je zou kunnen zeggen, doordat het Nederlands minder wordt gebruikt in het hoger onderwijs, nu dan een paar jaar geleden, doordat veel colleges worden gegeven in het Engels, neemt de vitaliteit van het Nederlands af. Nou, je kunt die vitaliteit bewust vergroten, bijvoorbeeld door minderheidstalen zoals het Fries en het Limburgs in het onderwijs te gebruiken. Dan is de kans ook groter dat mensen ze blijven gebruiken en dat mensen ze doorgeven aan een volgende generatie. Dat doorgeven aan een volgende generatie, dat is sowieso heel erg belangrijk. Consultatiebureaus in Nederland zijn verschrikkelijke organisaties geweest. Die hebben iets heel, heel ergs gedaan. Die hebben decennia lang aan ouders verteld dat ze hun kinderen zouden moeten opvoeden in het standaard Nederlands, omdat die kinderen anders een achterstand zouden oplopen. Die hebben er daardoor voor gezorgd dat bijvoorbeeld in Groningen, sowieso in het Neder-Saksische taalgebied, heel veel ouders die taal vandaar niet meer hebben doorgegeven aan hun kinderen. Die hebben echt bijgedragen aan een soort culturele moord. Op een hele akelige manier, zonder kennis van zaken. Ze beweerden maar wat op basis van een soort vingerspitsengevoel. In Friesland en in Limburg is dat gelukkig veel minder gebeurd. We zien ook bij een aantal allochtone gemeenschappen dat het veel minder is gebeurd. Die zijn nog veel vitaler. Die worden door de meeste ouders nog steeds aan hun kinderen doorgegeven. En in die zin zouden die consultatiebureaus dat nog goed kunnen maken, en dat doen ze voor een deel ook, door ouders te vertellen dat het juist goed is om die kinderen meertalig op te voeden, om die kinderen die streek- of minderheidstalen ook mee te geven.
In Friesland is er al gericht beleid op. Daar krijgen aankomende ouders al pakketjes mee naar huis waarin staat hoe ze dat kunnen doen. Kinderen bijvoorbeeld tweetalig opvoeden, zodat ze en het Fries en het Nederlands meekrijgen. Scholen besteden er ook steeds meer aandacht aan. Al 1 op de 8 scholen in Friesland heeft een drietalig model. Dat wil zeggen dat het Nederlands, het Fries en het Engels ook nog daar als voertaal worden gebruikt. Met als doel dat alle kinderen daar drietalig de school verlaten. Nou, dan C. Noemen ze minderheidstaal waarmee het erg goed gaat. Je zou er zomaar een paar kunnen pakken. Een mooie is het Catalaans. Met het Catalaans in Catalonië gaat het heel goed. Steeds meer mensen gaan die taal spreken. Die overheid die maakt er ook heel veel werk van. Het is ook de voornaamste taal die daar in het onderwijs wordt gebruikt. Niet meer het Spaans, niet meer de oorspronkelijke meerderheidstaal. Maar het Catalaans is de onderwijstaal geworden. Dat zou je bijvoorbeeld in Limburg ook kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, je kinderen die pakken het Nederlands toch wel op. We gaan op de basisschool alleen maar Limburgs spreken. Als we bijvoorbeeld rekenen hebben of als we natuuronderwijs hebben. Dat is zelfs wel eens geprobeerd in de jaren 70 met het zogenaamde kerkradenproject. Om allerlei kinderen in kerkraden op te vangen in het Limburgs in plaats van in het Nederlands. Een minderheidstaal waarmee het erg slecht gaat is bijvoorbeeld het Saterfries in Duitsland. Daar zijn nauwelijks meer sprekers van. De sprekers die er zijn, die zijn voor het grootste deel oud. Dat Saterfries, dat wordt gesproken in die gemeente Saterland, net over de Nederlands-Duitse grens. Dus als je het nog in het echt wilt horen, dan moet je er binnenkort een keer langs gaan. Nou, wil je meer weten over minderheidstalen in Europa en hoe ze ervoor staan, dan kun je bijvoorbeeld de zogenaamde regionale dossiers, de regional dossiers, opvragen van Mercator, Mercator Education, dat ondergebracht is bij de Frieske Academie in Leeuwarden. Dat heeft van verreweg de meeste minderheidstalen in Europa verslagjes gemaakt waarin staat hoe ze ervoor staan, met name in het onderwijs. Ze zijn als boekje te krijgen bij Mercator Education, maar je kunt ze ook van internet halen. Het adres waarop ze te vinden zijn verschijnt hier nu in beeld. Nou dan, waarom denk je dat talen als Arabisch, Turks, Indonesisch, Surinaams en Duits in Nederland niet als minderheidstaal erkend zijn, terwijl ze toch veel worden gesproken? Dan komen we weer op het onderscheid tussen autochtone en allochtone minderheidstalen. Zowel het handvest als het kaderverdrag zijn bedoeld voor het beschermen van autochtone minderheidstalen. Waarom? Nou, omdat die talen en volkeren vooral worden benaderd vanuit een cultuurhistorisch oogpunt. Ze zijn deel van het cultuurhistorisch erfgoed. Die volkeren die hebben ook historische rechten. Dat is de manier van denken die achter die verdragen zit. Vandaag de dag zie je dat dat wel een beetje verandert. Je ziet dat de rol van allochtone minderheidstalen ook een beetje groter wordt in het onderwijs. En dat er ook wordt geprobeerd om alle talen die in het onderwijs aanwezig te zijn op de een of andere manier in de lessen te betrekken. Zodat die talige rijkdom die kinderen meebrengen ook gewaardeerd wordt. En daarmee zitten we ook bij vraag 8. Daar staat als eerste: welke rol spelen minderheidstalen in Nederland in het onderwijs? Nou, die is buiten Friesland niet heel groot. In Friesland wel. Het Fries is op alle scholen in Friesland een verplicht vak. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Ik wil niet zeggen dat alle scholen er evenveel aandacht aan geven. Maar in elk geval speelt het Fries op al die scholen een rol. Buiten Friesland is dat minder het geval. Talen zoals het Neder-Saksisch en het Limburgs, maar ook allochtone talen, die spelen op z'n hoogst sporadisch een keer een rol in het onderwijs. En dat is wel jammer. Ik vind het mooi om Drents te praten. En dat zouden meer kinderen moeten doen. En daarom wordt er op basisschool de Bente in en een compascuum Drentse les gegeven. Dan gaan we het vanaf nu natuurlijk in Drents doen. Want met Drentse les, dan moet je natuurlijk Drents praten. Kan jij een beetje Drents praten? Jawel, dan kan ik wel. Nou, dat is al heel erg Drents. En dan praat jij thuis Drents? Nou, best vaak, ja. Ho van ben ik, ho van des, piano les, piano les. In het begin was het wel een beetje onwennig van, wat dat juf nou dan, Gietse Drents praten. Maar nou je dat vaker doet, ik vind het hartstikke mooi. Dan het openbaar bestuur. Nou, in Nederland is vastgelegd dat het Nederlands in principe de taal is voor het openbaar bestuur. Maar voor Friesland is ook voor het Fries een plaats ingeruimd. Dat wil zeggen dat het Fries als enige minderheidstaal ook een rol speelt binnen dat openbaar bestuur. In elk geval in het Europese deel van Nederland.
En voor Caribisch Nederland, dat is wel grappig, daar spelen ook het papiaments en het Engels een rol in het openbaar bestuur. Voor de rechtspraak is alleen voor het Nederlands en het Fries expliciet wat vastgelegd. Je hebt de wet gebruik Friese taal, die vervangt eerdere bepalingen uit de Algemene Wet Bestuursrecht. En daar staat in dat in Friesland iedereen het recht heeft om in de rechtszaal het Fries te gebruiken. Door een herindeling van de rechtsgebieden in Nederland geldt dat tegenwoordig ook voor de rechtbanken in Groningen en in Arnhem. Nou, welke rechten hebben sprekers van minderheidstalen in Nederland? Daar kun je verschillende manieren naar kijken. Je kunt bijvoorbeeld eens kijken wat er nou staat in dat Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden. En die verdragen zijn makkelijk online te vinden. Dus kijk maar eens even mee. Ik noem een voorbeeldje. Daar zie je bijvoorbeeld staan... bij artikel 8 onderwijs, lid 1 bij Romeinse 1, de overheid verplicht is primair onderwijs te bieden in de desbetreffende regionale talen of talen van minderheden. Nou, dat betekent natuurlijk dat iedereen die in dit geval, dit is alleen voor het Fries ondertekend, iedereen in Friesland recht heeft op onderwijs in het Fries op de basisschool. Ja, op die manier kun je zelf dat verdrag eens even doorlezen. Je kunt het zelf doen met het kaderverdrag. En dan kun je een mooie indruk krijgen van wat zo'n bescherming van minderheidstalen nou eigenlijk inhoudt. Nou, en dan tenslotte om dicht bij huis te blijven. Wat nou, heeft nou eigenlijk de NHL geregeld voor de minderheidstaal Fries? Nou, dat is niet zo heel bekend, maar er is een taalreglementje. Kijk maar eens mee. Dat is dit documentje, de taalgedragscode. En daar staat in bij punt 9, kijk maar mee, gebruik van het Fries... Een student heeft het recht zijn haar tentamen in het Fries af te leggen en werkstukken, stageverslagen, afstudeerwerkstukken en ander schriftelijk werk in het Fries te stellen. Tenzij, nou, dan krijg je een aantal tenzij's. Je kunt het zelf wel even lezen. En dus dat is eigenlijk best goed geregeld als je het weet. Vraag me af of dit na de fusie met Stenden stand houdt. Stenden is natuurlijk veel meer van het Engels. Het heeft er ook voor gezorgd dat we overal tweetalige Nederlands-Engelse bordjes zien. En Fries is nergens te zien. Maar de NHL had dit in elk geval tot nu toe best goed voor elkaar. Nou, tot zover dit college over minderheidstalen.